Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video. En dit keer over CNC-frezen en routen. Ik heb een 3018 die je bij AliExpress kunt kopen. Die heb ik al een jaar of drieënhalf. Ik heb hem ruim een jaar niet gebruikt. De reden daarvoor eigenlijk is dat ik ben niet overtuigd van het apparaat. Af en toe gooit hij de kogellagers eruit. Af en toe gooit hij zijn T-nuts eruit. Dat zijn bouten die erin zitten in de vorm van een T. En dat is vandaar dat de T-nuts heten. En dat maakt de kwaliteit er niet beter op. Alleen was er nu toch een heel dringend verzoek van iemand. En die iemand wilde dat ik een snijplank ging voorzien van 5 gaten. Niet helemaal er doorheen, maar een pocket. Zodat iemand daar potjes in kon zetten. Hij had zelf al met een graveermachine dat een beetje voorbewerkt. Een lasergraveermachine moet ik daarbij zeggen. Niet een graveermachine, een lasergraveermachine. Alleen, het nadeel van zo'n lasergraveermachine in dit geval is dat je natuurlijk wel met je laser een bepaalde diepte kunt bereiken. Dat is nog wel redelijk te doen ook nog. Echter, om die hele pocket eruit te laseren, dat gaat een langdurig karwei worden, net als wat het overigens op mijn frees is. Alleen ook nog een branderig karwei, want het gaat natuurlijk branden natuurlijk. Maar hier zit ook voor mij de moeite in dit geval. Want die freesmachine, je kunt hem uitrichten natuurlijk. Het is niet het makkelijkste in de wereld, want je doet het eigenlijk aan de hand van het puntje van de freesbit die erin zit. En omdat de rondjes al gegraveerd waren, gelezen gegraveerd waren, is dat uitrichten is een verschrikkelijk lastige aangelegenheid. Ik heb inmiddels 3 van de 5 pockets gemaakt, waarvan er 2 bijgewerkt zullen moeten worden met een, ik denk met een dremeltje, met een beetje een schuur rondje erop. Zodat je het een beetje, want anders blijf je namelijk die lasergroef zien. En dat weet je natuurlijk niet. Ik sta op het punt om met mijn 4e te beginnen. En voordat ik dat doe, wil ik dat eerst even tegen jullie gelijk eventjes via de video kenbaar maken van mocht je ooit zo'n freesmachine willen kopen. En je wilt een goedkoop machientje hebben vanuit AliExpress. Ik dacht dat die 165 tot 170 euro kost. Wees er dan op voorbereid dat je een apparaat hebt waar je echt heel veel aan zult moeten rommelen en rotzooien. Klein voorbeeld daarvan. Hij heeft ruim een jaar niet gewerkt. En de assen waar de, met name de X-as, dus zeg maar waar die heen en weer overheen gaat, is zodanig vervuild dat ik die heb goed moeten schoonmaken en opnieuw met olie, een glijmiddel heb moeten bewerken, omdat anders die kogellagers eruit komen schieten. En dat levert dan een probleem op natuurlijk, dat mogen duidelijk zijn. Desalniettemin ga ik beginnen aan mijn 4e pocket. Ik wil nog 1 ding kwijt vooraf. Gisteren bereikte mijn YouTube kanaal zijn 100ste abonnee. Wauw. Nooit gedacht. En vooral niet omdat ik ben super eigenwijs in die zin dat zeg maar ik maak video's alleen in het Nederlands. Ik weiger ze om in het Engels te maken en ik weiger ook om reclame te maken voor het kanaal. Dat vind ik namelijk absoluut. Ik word doodziek van al die video's. Ik kijk heel veel video's op YouTube. Maar van al die video's die beginnen met de sponsor. En dan heb je eerst 5 minuten gelul over een sponsor. En vervolgens krijg je het verhaal van like en subscribe, want dan heb je dit voordeel en heb je dat voordeel. Luister lieve mensen, ik bepaal zelf mijn voordeel wel en ik neem aan u ook. Met andere woorden, ik ga geen reclame maken of mensen moeten subscriben bij mij of moeten liken, ja of nee. Wat voor mij belangrijk is, is dat ik klaarblijkelijk mensen bereik die iets willen leren over 3D printen, CNC frezen, CNC routen of over laser engraven. Wat ik jammer vind ik dat nu even niet doen kan, want ik ben eigenlijk weer, ik ben weer boordevol ideeën. Maar ik moet dat freeswerk eerst afmaken en dat ga ik dan ook doen. En als ik dat dan wegbreng, dan mag ik daar even lekker spelen met een fiber laser graveermachine. Dat is natuurlijk helemaal leuk natuurlijk, voor een hobbyist. Fantastisch. Vandaar dank aan LaserArts dat mogelijk is. Ik ga de camera draaien, ik ga maar een beetje op de frees zetten. Ik ga niet dat hele proces hoor, want zo'n rondje duurt 2,5 uur ongeveer. Ik ga u een stukje daarvan laten zien. Wat zal ik daar nog bij zeggen? Het ontwerp daarvan is gemaakt in Carbide Create.
Carbide Create is een gratis programma waarmee je in elk geval redelijk elementaire opdrachten kunt maken voor een freesmachine. Vervolgens is mijn freesmachine aangesloten op de computer en ik gebruik daar het programma UGS, Universal G-Code Sender, om de freesmachine aan te sturen. En dat is nogal heel wat hier, want met name de USB-poort van die freesmachine is allemaal super brak. Dat is echt niet geweldig. Maar zolang ik maar zoveel mogelijk van die apparatuur afblijf, doet hij wat hij moet doen. Ik heb de freesmachine uitgericht, ik ga hem starten en ik ga de camera draaien. Veel plezier, tot de volgende keer. Dank je voor het kijken. Dag. Zo, daar zien we dat langzame proces. Ik laat het even lopen, zodat je een beetje kan kijken naar hoe zoiets nou gaat. Je ziet aan de linkerkant inmiddels de drie pocket holes van de eerste drie. Dit is de vierde. Ik wil bij deze gelegenheid toch nog even gebruik maken om te zeggen, want ik zei net abonneren. Maar het zijn natuurlijk volgers op YouTube, het zijn geen abonnementen. Want voor abonnementen moet je normaal gesproken betalen, voor volgers niet. En ik wil die volgers natuurlijk ontzettend hartelijk bedanken voor het feit dat ze me volgen. Niet dat ik zo interessant ben. Ik ben ook maar een beginner en een nitwit in al deze dingen. Maar ik vind het toch ontzettend leuk dat ze er zijn en dat ze de moeite nemen om mijn video's te bekijken. En om mij te volgen. Ik zal dat ook zeker in de toekomst blijven doen. En hopelijk komt er nog een heleboel interessante content voorbij. Nou, ik ga jullie nu even laten genieten van een minuutje of vijf hoe die aan het frezen is. Hij gaat elke keer draait hij in de ronde en hij gaat 0,3 mm dieper. Dat heeft alles te maken met het feit dat dit hardhout is, waarbij je en met een lage snelheid en met een relatief lage spindelsnelheid moet werken en ook niet hele grote stappen naar beneden moet maken. Dus geen centimeter gelijk naar beneden, want dan gaat het absoluut niet lukken. Misschien dat 0,3 wat conservatief is. Het zou misschien nog iets meer kunnen. Maar ik waag het maar niet te gokken. Zeker niet omdat we nu al zo ver in het project zijn. Laat ik proberen tussendoor nog eens wat opmerkingen te maken. Je ziet hier dat blauwe papier. Dat is schilderstip. Ik heb gemerkt dat met deze machine, als je die klemmen gebruikt die hier achterop zitten. Ik heb er twee gemonteerd omdat het voor de eerste keer is dat ik de andere methode gebruikt heb. Er is dus een andere methode en die methode heb ik hier ook gebruikt. Het is dat blauwe tape. Je brengt een laag blauwe tape aan op het bed, dus op het aluminium.
En daarna een laag blauwe tape op de achterzijde van het object wat je gaat frezen. Dan heb je tegenwoordig van die lijm, die bestaat uit twee componenten. De tape op het bed, die doe je voorzien van de lijm. En dan heb je een spuitbos met een activator, dus met een lijmactiveerder. Die spuit je op de achterzijde van de schilderstape. Spuit je de achterzijde van het object spuit je in met die spuitbus. En vervolgens breng je het aan op de schilderstape die op het aluminium bed geplakt is. En het laat never nooit los. Ik weet bijna zeker dat als ik nu de klemmen eraf zou draaien, dat er niks aan de hand zou zijn. Hij zou gewoon blijven zitten. En die methode werkt als een speer. En dat heeft bij deze machine vooral het grote voordeel. Tot heel vaak, als je een wat groter object wilt frezen, tot dan je spindel, dus je draaiende element, tegen die klemmen aan gaat komen. In dit geval niet, omdat die niet zo verschrikkelijk diep gaat. Om te voorkomen dat hij dat doet, is natuurlijk het mooiste als je die klemmen weg kunt laten. Nou, en dat kan dus, op deze manier kan je dat dus doen. Dus vandaar die blauwe schilderstape. Nou, ik denk dat je snapt wat hier precies gaande is en wat de bedoeling is. Hij heeft inmiddels weer een rondje van 0,3 mm diepte afgemaakt. Hij gaat het volgende rondje beginnen. Gaat hij. Je hoort als het ware het geluid al. Hè? Je hoort het geluid en dat wil eigenlijk zeggen dat zeg maar, de bearings vies zijn en noem het allemaal maar op. Het is werkelijk een machine die veel onderhoud nodig heeft en dan echt niet veel beter daarvan wordt. Waar je ook even op moet letten is dat je natuurlijk aardig wat stof genereert. Ik ga er zo meteen buiten beeld de stofzuiger er even op zetten, zodat ik de zaagselschilfertjes eraf kan halen en de zaak een beetje netjes kan houden. Nou, ik vond het leuk dat jullie deze video gevolgd hebben. Dankjewel, tot de volgende keer. Dankjewel voor al die volgers. En nou, wie weet halen we ooit de 200 nog eens een keer. You never know. Dag allemaal.